Welkom in deze video tutorial gaan we kijken naar de Product Lifecycle Management gedeelte en met name de Siemens Applications, de applicaties vanuit Siemens zelf. Nou, tijdens deze video wil ik voornamelijk laten zien een beetje het scala aan applicaties wat er binnen uh, Siemens PLM uh, is. Um, het is voornamelijk een beetje een opzetje richting de gedetailleerde um, videotutorials die hierna volgen over letterlijk Teamcenter zelf, uh, hoe je daar dingen in configureert... Hoe je bijvoorbeeld met Solid Edge samenwerkt en um, ja, eigenlijk het geheel om Teamcenter. Nou, allereerst, wat is uh, Siemens PLM eigenlijk? Nou, uh, voorheen was het altijd bekend als UGS en het is een IT-bedrijf dat applicaties ontwikkelt voor met name de manufacturing. Um, nou, ik start eigenlijk direct met dus, uh, een idee te geven wat er eigenlijk allemaal in hun portfolio zit, want het is nogal een scala. Um, we kennen in dit geval natuurlijk Solid Edge dat is een CAD- applicatie, computer-aided design. Een andere applicatie, ook een CAD- applicatie, is NX. In het algemeen zie je dat NX iets meer gebruikt wordt uh, bij de meestal wat grotere bedrijven die uh, vaker dan gewoon wat groter budget inzetten binnen de CAD. Uh, bijvoorbeeld de surfacing kan NX bij zijn. Solid Edge is eigenlijk voor de toepassing van bijna alle basis, alle ja, uh, standaard producten kan je prima Solid Edge gebruiken. Um, en zal je daar verder geen uh, limieten tegenkomen. Nou, Vmap is bijvoorbeeld uh, voor het maken van berekeningen, Vmap. Um, en Teamcenter is natuurlijk een PDM applicatie, wat we eigenlijk al een beetje door de tutorials heen hebben aangeslingerd, waarbij je met name om product data management, dus het beheren van bijvoorbeeld revisies, workflows, dat soort zaken kan je binnen Teamcenter doen. Uh, nou verder CAM Express, dat kan je uh, vanuit de CAD applicatie richting de manufacturing, kan je dus bijvoorbeeld het uh, frezen laten uitstippelen binnen jouw uh, CAM applicatie. Uh, nou, ik pak er nog even een paar uit, bijvoorbeeld uh, uh, RuleStream, dat is een uh, softwarepakket waarmee je makkelijker uh, configuraties en uh, varianten van producten kan beheren. Uh, en bijvoorbeeld Technomat, dat is meer gericht op bijvoorbeeld de indeling van uh, fabrieken en hoe je dat kan optimaliseren. Nou, dit is echt nog maar een, een selectie van het uh, portfolio van Siemens PLM. Je hebt er nog vele meer. Uh, maar dit is een beetje de richting, wat uh, omtrent Teamcenter, dus PDM en CAD-applicaties, wat er redelijk goed mee samenhangt en wat we meestal op de eerste opzicht tegenkomen. Nou, wat wel handig is om te weten, wat ik uh, zelf regelmatig merk bij het klant wanneer we het over NX hebben, is dat het voorheen meestal Unigraphics werd genoemd. Uh, voorheen heette het NX Unigraphics en uh, Siemens heeft besloten sinds een aantal jaren om het NX te noemen. Uh, dus mocht je het over Unigraphics hebben, dan heb je het dus ook over NX. Nou, wat voor klanten heeft Siemens een beetje het algemeen? Um, hier zien we een aantal multinationals staan. Uh, maar zowel multinationals als kleinere bedrijven zijn er. Nou, bijvoorbeeld Philips in Nederland, uh, ASML, uh, NASA gebruikt ook uh, Siemens applicaties. Red Bull Racing Team, uh, DAF bijvoorbeeld, de trucks. Uh, Unilever, dus meer verpakkingen en voedsel praat je dan over. En Samsonite is bijvoorbeeld meer reisaccessoires. Dus eigenlijk worden de applicaties, juist omdat ze zo breed zijn, bijvoorbeeld Computer Edit Design en PDM, worden eigenlijk in enorme brede velden toegepast omdat het niet per se gespecificeerd is op één van deze velden. Dus dat maakt ook de uitwisseling tussen deze verschillende disciplines veel makkelijker. Nou, en dan een beetje achtergrondinformatie over Siemens. Siemens heeft ongeveer, Siemens PLM software dan heeft ongeveer 71.000 klanten. Nou, zoals je hier voornamelijk zag gaf ik wat voorbeelden van meer uh, multinationals, dus praat je echt over grote bedrijven, maar ook eigenlijk de middel- en kleinbedrijven waar uh, wij als Kaap zijn er heel veel mee samenwerken. Gebruiken ook Enorm veel Siemens PLM software. En in het algemeen kan je zien dat er ongeveer 40% van alle 3D data door de Siemens PLM applicaties wordt beheerd. Um, de percentage verschilt een beetje per bron. Maar over het algemeen is dit een redelijke richtlijn. En Siemens hanteert zelf eigenlijk drie hoofdkenmerken uh, die ze hanteren in de softwareontwikkeling. Allereerst de meer intelligente integratie van uh, informatie. En dan praat je meer over semantics. Semantics ook bijvoorbeeld in dat je um, eigenlijk wil zorgen dat je meer kennis gaat vastleggen, wat we dus in de eerdere tutorials hebben begrepen, dan alleen uh, vormen van informatie. zodat je ook tussen die informatie eigenlijk links weet en dat je meer weet over alleen een brokje informatie. Uh, Future-proof architecture, dus zorgen dat je in de toekomst nog steeds met jouw software kan werken en dat je met revisies en dat soort zaken prima uit de voeten kan. En uh, natuurlijk die user experience, wat gewoon echt een essentieel onderdeel is geworden van de IT-branche om succesvol te kunnen zijn. Nou, uh, om af te willen sluiten, ik wil deze tutorial niet al te lang houden. Wat doen wij als Kaap nou eigenlijk zijnde? Uh, als Kaap uh, zijn we voornamelijk actief met Soltech en Teamcenter. Daarnaast hebben we nog wat kleinere applicaties van Siemens PLM waar we ook in helpen. Um, en wat we voornamelijk doen is uh, het analyseren van bedrijven en consultancy geven. Dus... Hoe kan je nou bepaalde zaken binnen jouw bedrijf optimaliseren op basis van Siemens uh, PLM, met, met Siemens PLM software op basis van hoe momenteel uh, bijvoorbeeld workflows en um, tekeningen, hoe dat geregeld wordt. Dus dan kunnen wij een help een, een hand bieden. Um, daarnaast zorgen we ook meer echt voor het technische stuk, dus implementatie, installatie, trainingen en onderhoud. Dus als er problemen zijn, uh, dan met name de support van KAP is echt uh, behoorlijk geavanceerd. Dan kan je daar met je technische vraag terecht en die worden dan professioneel opgepakt en uh, opgelost. Nou, dit is eigenlijk een beetje in een notendop uh, de Siemens applicaties en wat wij als Kaap zijn en daarin betekenen. Uh, Mochten hierover verder vragen zijn, dan kan je natuurlijk altijd even contact met ons opnemen. Uh, dan kunnen we daar uh, natuurlijk in helpen. En dan zien we jullie graag in de volgende tutorials terug over echt concrete tutorials met het werken van Teamcenter. En uh, deels in combinatie met het CAD-applicatie van SoulAttach. Bedankt voor het kijken van deze tutorial en graag tot de volgende keer.